zijn voor jou en mij. Hoe komt een mens van ik naar wij? Hoe kan de vrijheid duurzaam zijn als je niet samen vrij kunt zijn? Want waar de vrijheid nodig heeft, is de erkenning dat je leeft, dankzij het wonder dat je voelt. In wat uit liefde wordt bedoeld, en deze liefde leeft in iedereen. Zij maakt je vrij. Als zij zich toont uit jou en mij, dan kan er duurzaam vrijheid zijn. Het lijkt een tegenstrijdigheid, zo'n vrijheid in verbondenheid. Maar wie de brug steeds weer kan slaan.